Hey iedereen! Ja, we hebben net de baby shower van Camilla gevierd en het was super leuk. Ja, en we hadden nog een paar babyvoedingpotjes over, dus we dachten we maken er in één keer een challenge van. We gaan de babyvoeding challenge doen. Ja. Dus we moeten eigenlijk zoveel mogelijk ingrediënten raden. En wie dat het meeste kan raden, is gewonnen. Inderdaad, en de verliezer, wat moet die doen? Prank callen en zeggen dat hij zwanger is. Of de vader is natuurlijk. Ja. Ah ja, oké. Okay. Geniet ervan. Lekker maaltijdje. Het is duidelijk niet lekker, maar wat zit erin? Als je naar de kleur kijkt... Tomaat? Nee, geen tomaten. Wortel? Nee, ook geen wortel. En je zit ook niet in de buurt. Oké, Tristan is hier duidelijk niet goed. Ja, vlees. Er zit vlees in. Okay. Maar welk vlees? Maar ik moet specifieker zijn. Varkensvlees? Geen varkens. Rundvlees. Al één ingrediënt juist. Ik zou denk ik toch nog één hapje nemen. Oké, is goed. Doe maar één. En dan gaat je het echt wel kunnen raden, volgens mij. Oh. Hier, hè, op tijd de zakdoekje nemen. Maar wie geeft dat nu aan zijn kind? Ja, hier zitten wel vitamintjes in, hè. Niet? Kun je niet meer raden? Patatjes of zo. Patatjes! Ja. Er zitten patatjes in, hè. Als je nog eentje kunt raden... Nee? Nee, niet paprika. Okay. Nee. Er zaten nog bruine bonen in. Ja, bonen, dat was het. Ik wist echt zo iets droog. En ja. Dan nog appel. Heb je dat niet geproefd? Appel? Nee, totaal niet. Oké, okay, voilà. Maar je hebt er wel twee kunnen raden. Dat is niet slecht, ja. Hè? Inderdaad. Oké. Okay. Okay. Lekker zien of ik het beter kan. Ja, okay. Niet zo groot, hè. Oh, wow. Nee. Allee, kom maar. Dat is echt vies. Ja? Allee! Jawel, er zit wortel in. Ja. Oh. Maar allee. Oké, dus één punt. Wortel. Nog iets, maar nog een keer spaghetti saus. Ik vond dat ook bij die, maar dat is, nee, dat is geen ingrediënt. Ook patatjes? Wacht, wat is het mogelijk? Aardappel? Woord? Ja, aardappel, inderdaad. Aardappel, wortel en ajuinen. Nee. Een soort groente. Komkommer. Nee, het zit een beetje in de foute richting. In de foute richting. Een soort fruit nog? Ananas. Nee. En in tomatensaus. Nee, dat weet ik niet. Dat is veel te moeilijk. Spaghetti kruiden. Ik heb nog nooit balkjes in tomatensaus gegeten. Zitten daar balkjes in? Nee, maar wel vlees. Allee, wel... Ja, oké. Okay. Wel vlees. Varkensvlees waarschijnlijk. Gehakt. Nee, maar wacht. Want vlees, het is zo... Het is salami. Het is niet echt vlees, snap je? Ja, huh? Maar nu maakt het echt moeilijk. Het is niet moeilijk. Echt vlees. Het is zo... Pop, pop, pop. Een kip! Ja, kip. Oké, nee, dat heb ik niet kunnen raden. Oké, dus dat is gewoon 2-2. 2-2. Dit is zo hemels. En eentje voor de mama. Oh. En eentje voor de papa. Nee, maar wacht. Ik herken dat. Ah ja, het is echt lekker. Wat is het eerste ingrediënt? Boontjes of iets? Nee, maar als je kijkt naar de kleur. Ja, wortel. Nee. Papoen. Nee. Wat is er nog rood? Ah, maar dat is zo oranje. Nee, ik weet niet. Ja, oranje, maar wat is er rood? Tomaat. Ja, tomaat zit erin. Tomaat, spaghetti kruiden? Nee, maar wel dicht bij spaghetti. Het omgekeerde van spaghetti. Ofwel eet je spaghetti, ofwel eet je... Ravioli. Nee. Spirelli. Nee. Iets met wit. Spirelli. Met witte saus. Met witte saus. Mozzarella. Maar nu geef ik echt heel veel tips hoor. 15 minuten later. Nee, dus het is pasta. Niet spaghetti, maar... Frietjes. Nee. Ik weet niet. Ik vind dat je gebuist bent. Ik ga zeggen wat dat is. Okay. Het was macaroni. Macaroni. En ham. Ah ja. 3-2 voorlopig voor Tristan, maar ik heb nog altijd een lekker gerechtje dat op mij staat te wachten. Oké, let's do it. Spinazie? Nee. Ik dacht wel, maar het woord lijkt er gewoon op. Een beetje. Spinazie. Prei. Prei, er zit prei in.
Nee. Allee, dat kan niet. Bonen, witte bonen? Ik zit in de buurt, maar geen witte bonen. Witte bonen, heb je ook andere bonen? Ja, het was sperziebonen, maar ik zal bonen goed rekenen. Yes, één punt. Pasta? Nee. Patatjes? Intellectueel woord. Aardappel? Ja. Gehakt? Nee, maar je zit wel in de goede richting. Rundvlees? Klopt. Heb ik het allemaal geraden? Je hebt het allemaal geraden. Hoeveel punten heb ik dan? Drie, dus dan heb jij vijf. Dan zit 5-3. 3. Ik ben gewonnen. Okay. Yes, I'm the champion. Woo, woo, woo. Helaas, pindakaas. Gaat jij moeten prankcallen en zeggen dat je daddy bent geworden? Oké, weet jij iemand dat ik moet prankcallen? Ik denk dat Shakir wel grappig is. Shakir? Die gaat dat wel geloven. Ik hoop echt wel dat hem opneemt. Dat is niet van zijn commande. Hey Shakir, sorry, stoor ik? Nee. Oké, ik moet even iets zeggen. Ik heb een probleem. Maar, allee, een serieus probleem. Hoi. Ja, ik ben zo onlangs ergens zo naar een fuif gegaan en zo. En ik ben dan daarna met dat meisje. Ik weet niet of ik u daar iets van heb verteld. Welk meisje? Maar ja, dat maakt niet uit. De naam maakt niet uit. Maar dus ik ben daarmee naar huis gegaan. En die heeft mij echt een half uur of zo geleden gestuurd dat hij een test heeft gedaan. En wij hebben dus zo daar, zat je het als leuk en een afsluiter en zo. En die heeft een test gedaan en die is positief. Een positief? Ja, zwanger. Positief, jawel. En ik weet echt totaal niet aan wie ik dat moet zeggen. Allee. Ah, mijn papa. Sorry, jij bent mij sowieso voor de gek aan het houden. 100%. Nee, maar Shakir, ik ben echt serieus. Nee, Tristan, dat geloof ik niet. Maar jawel, ik heb je toch al verteld dat ik zo bezig was en zo met meisjes en zo zatte. Ja, oké. Okay, voilà. Maar wat moet ik doen? Ik weet echt totaal niet wat ik moet doen, man. Ik zou eerst met je papa gaan praten en dan de mama. En dan de mama. Oké, dat is een goede stappenplan, ja. Maar ik ben mijn leven nog niet bij, jongen. Brita, word je papa? Dat je serieus bent? Ik ben serieus. Ik ben nog geen papa, ik word papa. Ik ben niet dat dat grap is. Nee, ik ben echt serieus. En ik wou je dat zeggen terwijl we waren, aan het spelen of zo, maar ja. Ik heb je niet gehoord, hè? Dat is al kei lang geleden. Ik weet niet. Wauw. Ik ben nog zo jong, jongen. Wauw. Wat moet ik doen met dat meisje? In de eerste plaats. Ik heb daar nog niet op gereageerd. Ik heb die gewoon geskipt. Ik zou sowieso wel reageren op haar. Zo. Je moet haar niet in de steek laten of zo. Niet stom doen, hè? Oké, maar wat is niet in de steek laten? Gewoon zeggen van ik wil nog niks. Ik zou wel zo discussiëren en zeggen van, hé, kijk, ik ben hier jong. We zijn nog minderjarig, zeg. Dit is geen optie. Dit is niet oké, snap je? Want ik denk wel dat zij dat wilt houden. En hoe oud is zij? 16. Dus zij is ouder dan u? Ja. Allee. Ja, we zijn gewoon opnieuw, ja, man. Prank call! Ja. Hallo! Ja, bedankt. Maar wel echt een goede reactie, man. Ja. Goeie ja, vriend. Goeie reactie, oké. Okay. Bedankt. Dat is leuk. Als ik ooit een kind heb, zal ik het Shakir noemen, oké? Okay? Zeker! Oké. Okay. Verplicht! Oké, okay. Kijk hoe. Yo, tot de volgende, hè, man. Merci, okay. Hè. Dag. Dada papa. Oké, mensen, dat was het dan voor deze video. Shakir heeft wel enorm goed gereageerd. Man, lieverd. Inderdaad, maar zijn jullie nu benieuwd hoe dat de aflevering er echt gaat uitzien in Vloglab Mystery hashtag stories? Check dan zeker de link in de beschrijving. Zeker doen, op VTM Go. Inderdaad. Salut. Kom, zeg, er is dan nog een hapje. Een hapje voor Sarah.